ik vind het altijd spijtig. Zeker als je die eerste tijd bekijkt. Ik denk dat we waren misschien niet de beste ploeg, maar we hadden wel misschien die beste kans. En ik vind als aan de rust 1-0 voor ons of 2-0 zelf, dat wordt een andere wedstrijd in de tweede tijd. Ontgoocheling toch wel, omdat we tot aan de 1-0 en de rode kaart wel de wedstrijd onder controle hadden. Weinig kansen weggaven en zo te waren. En zeker in de eerste helft zelf nog wel een aantal goede kansen afdwongen. En dan is het jammer als je in één fase eigenlijk die match verliest. Daar is de bal en daar is de haakfout van Sybe Blondel. En dan spijtig genoeg, we waren ook heel goed georganiseerd in de tweede tijd. En we kregen een penalty tegen, dat penalty was. Maar ik vind dat rood een beetje overdreven van die arbit. De gele was meer dan genoeg. Maar ja, je staat 1-0 achter op Wargem. Dat is ook niet Janneke Mieke, die staat tweede klassement. En dan Trichkovski, hele goede kopbal. De organisatie stond er weer, hè? Ja, inderdaad. Dat is al meermaals gebleken dit seizoen, dat we wel vanuit een bepaalde organisatie kunnen spelen. Alleen ja, het mankement van heel het seizoen, de doelpunten, dat was ook weer duidelijk in Zoltwaargem. En dat is iets waar we wel oog voor moeten hebben. We gaan op Wargem met de bedoeling van een puntenpak. En als je ziet, die eerste tijd, we krijgen 4 goede kansen en we scoren geen een van die 4. Ja, dat wordt moeilijk. En ook tegen Cercle Brugge had ook die match gezien, ook een goede kans voor 1-1 te maken. Maar dat is 1 punt op Wargem, misschien een punt op Cercle, dat waren 2 punten meer. Dat maakt een groot verschil voor ons. Dus nu hebben we een week vrij, dus op training heb ik die spits apart genomen. En ik hoop dat we binnen een paar weken, dat willen onze spits zullen scoren. Manan. Manan. Poepoerururoe. Net naast. I was disappointed that I didn't do more and the team didn't succeed to win the game. But for me it was okay, but I expect much more for myself and for my team. So I hope next game to make good things. Were you surprised? Actually no, because when the coach came, they speak with me and they give me good vibes. Before the game, the coach take me to the side and say, be ready every minute. So no, I didn't, was surprised. Were you happy about your performance? Yes and no, you know, because I didn't play a long time, so it looks good, but I miss, you know, few chances at 0-0. That they make the difference of the game. So, yes and no. Hoe is de eerste week verlopen met de nieuwe coach? Wel goed. Dus het is natuurlijk een beetje wennen. Hij heeft niet alles overboord gegooid van wat er stond. Dus, maar wel begint nu wel zijn eigen accenten te leggen. En dat begint wel duidelijk te worden voor iedereen. Hoe merk je dat? Door aan iedereen duidelijk aan te geven van zo willen we gaan spelen en zo willen we opbouwen. En voor iedere positie duidelijk aan te geven van als je daar speelt, dat zijn de taken die dingen moet je zeker doen. En dan dat voor iedereen ook duidelijk is. Als je onze kalender bekijkt, we hebben nog een hele moeilijke wedstrijd. Maar ja, de coach die weten ook, die hebben al jaren in eerste klas gespeeld, die weten ook dat op de 4 dagen alles te veranderen was wel moeilijk. Maar dat was een heel positieve wedstrijd. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden ook niet verwacht dat zo goed die spelen qua inzet en organisatie. Dus ik hoop dat nu de volgende match op begint, dat we misschien wel een punt daar kan halen. Dat komt in orde, dat komt in orde! Denk ik, Kiala. Jaren terug heb ik ook nog in eerste klasse gevoetbald. Mijn carrière situeert zich vooral in tweede klasse bij Racing Mechelen en Geel. Ik heb de pro-licentiecursus met Bob gevolgd. En via Bob ben ik dus hier aan deze job geraakt. Ja. Wat heb je hiervoor gedaan als trainer? Wel, misschien heel bizar voor sommigen, maar ik heb dames getraind. Meer bepaald in de Benelink. Zultewaargem. Zultewaargem, ja. Goed. Snel, kom, snel. Hop, recht. Hop, we zijn bezig. Ja, ik ben hier vooral ter ondersteuning. Hè. Ik ga me bezighouden met de videoanalyses. Ik ga me bezighouden met het uitlezen van de poddergegevens. Conditioneel monitoren. Zien dat we uiteindelijk toch niet te veel blessures gaan hebben ook. Zodat de groep op het juiste moment kan pieken. Is daar echt nood aan dat fysieke in het oog te houden? Toch wel. Hè. Ik denk dat dat een onderschatte job is. Spelers trainen veel. Spelers trainen hard. Maar ze mogen niet te hard trainen. Ze moeten juist trainen.
Ja, ik denk dat de basis zeker gelegd is. Enkel ja, de nieuwe trainer, de nieuwe coach heeft zijn accenten bij het fysieke werk. Hij wil toch iets meer het voetbalspecifieke karakter, is te zeggen intermitterend, korte, snelle, vinnige inspanningen, wil hij er toch meer inbrengen. Dat vergt toch wel een zekere aanpassing van de spelers. Daarvoor ben jij hier, om dat op punt te stellen? Om dat mee te ondersteunen. Eén laatste vraag. Jij doet ook mee aan Movember? Ja, ik heb een weddenschap aangegaan met Kenny Steppen, maar ik heb hem al gewonnen ondertussen. Hij is er al mee gestopt? Hij is al mee gestopt, ja. Wat heb je gewonnen? Ja, gewoon de eer. Het was ook maar gewoon om te lachen. Blijft er mee rondlopen tot eind november? Ja, ik ga proberen. Ik vind het zelf ook nog niet zo mooi, maar wie weet. Het is een beetje wennen, hè? Absoluut. Ik probeer alle spiegels te vermijden.